Met de huidige verwachting denk ik dat dit nog wel dagen tot een week kan duren. De zware houten deuren op de Nijmeegse Wouwkade zijn donderdagochtend gesloten. Zo blijft de binnenstad beschermd tegen het hoge water. Het gebeurt niet vaak dat de deuren sluiten. De laatste keer was in 2018 toen het water ongeveer net zo hoog stond als nu. De dijkgraaf vertelt op basis waarvan deze beslissing is genomen. Bij waterstand zoals we die nu hebben, van iets boven 14 bij Lobit, met verwachting dat het nog een half metertje door kan stijgen. Ja, dat is het moment waarop ze dicht gaan. Dus het stijgt nog even door en we zien nu dat het richting kade aan het stromen is. Ja, het weer is ook enigszins een onzekere factor. Dus als het nog een paar dagen blijft regenen, ja, dan wordt het volgende week nog wat hoger. En dan kun je maar beter voorbereid zijn. Maar met de huidige verwachting denk ik dat dit nog wel dagen tot een week kan duren. Het water van de Waal stijgt sinds vorig weekend en het hoogste punt is nog niet bereikt. Maar records zullen niet worden gebroken. In 1995 en 1926, toen stond het stukken hoger, 26 nog iets hoger dan in 95. En daar zitten we nu echt nog een paar meter vanaf. Dus we kunnen nog heel veel hebben. Verdaas woont zelf aan de Waal, buiten dijks bij Beuningen, en houdt de waterstand dus ook vanuit huis in de gaten. Ik begin elke dag, ook voordat ik dijkgraaf was, maar toch even kijken hoe ligt de rivier erbij. En het zat al in mij en de buren ook trouwens, om de waterstand erbij te houden. Dus ja, dan is het als dijkgraaf komt het allemaal mooi samen.